De wereld van de volwassenen is voor het jonge kind een vreemde wereld. Het staat er nog onbegrijpend tegenover. Het heeft nog weinig mogelijkheden om aan deze wereld deel te nemen. Straks zal het echter als volwassen mens in die wereld moeten leven. Het zal moeten bestaan en het zal een eigen vrije weg naar dat bestaan moeten vinden. Het zal met anderen moeten leven en samenwerken. Het zal zijn eigen houding moeten kunnen bepalen tegenover de vraagstukken van onze maatschappij, tegenover de menselijke samenleving. Om tot een dergelijke menswording te komen, moet het kind een geestelijke ontwikkeling doormaken, waarbij de volwassene hem moet helpen. Aan de geschiedenis van opvoeding en onderwijs zal altijd de naam verbonden blijven van een vrouw wie oorspronkelijke gedachten over psychologische pedagogiek, ondanks kritiek en tegenstand, een stempel hebben gedrukt op het hedendaagse onderwijs in vele landen van de wereld en niet in de laatste plaats in Nederland. Dr. Maria Montessori. In deze film zal getracht worden een indruk te geven van haar methode op de kleuter en op de basisschool. Ieder kind heeft zijn specifieke geestelijke en lichamelijke mogelijkheden om zich te ontplooien. Het materiaal dat Dr. Montessori ontwierp sluit aan bij de werkelijke behoeften van het kind. Het stelt het kind in staat zich te ontwikkelen en te ontplooien door zelfwerkzaamheid. We zien dat ieder kind zelf het materiaal van zijn keuze gaat halen. Zo gebruikt het kind plankjes, even groot, maar verschillend van gewicht. Geblinddoekt moet het kind ze op de hand wegen en die van gelijk gewicht op één stapeltje leggen. Zijn de plankjes goed gesorteerd, dan liggen tenslotte drie stapeltjes, elk met een eigen kleur op tafel. Een fout wordt door een kleurverschil geconstateerd. Met de gehoorkokertjes wordt de gehoorzin geoefend door het luisteren naar verschillende geluiden. Gelijke geluiden worden bij elkaar gezocht. Het materiaal corrigeert zo nodig. Opvallend zijn twee dingen. De rust waarmee jonge kinderen zich in deze oefeningen verdiepen en het feit dat ze één en dezelfde oefening altijd maar kunnen herhalen zonder een schijn van verveling. Waaruit blijkt dat het werken met het materiaal aan een behoefte voldoet. Vooral wanneer het materiaal aangeboden wordt in de zogenaamde gevoelige periode. Een andere gehooroefening is het spel met de bellen. Wij moeten het kind helpen zelf te handelen, zelf te willen, zelf te denken, zegt Montessori. En bij een dergelijke individuele benadering neemt de volwassene een bijzondere plaats in. De leidster of leider moet het materiaal door en door kennen en het zo duidelijk en juist mogelijk aanbieden.
Zij draagt zorg voor de voorbereide omgeving en blijft zoveel mogelijk op de achtergrond. En dat kan, doordat het materiaal in hoge mate de mogelijkheid tot zelfcontrole biedt. Hier wordt het driehoekenmateriaal aangeboden, waarbij het kind uit verschillende driehoeken een nieuwe driehoek kan construeren. Dit is een driehoek. Kijk maar eens. 1, 2, 3 hoeken. Tel jij het er nu eens helemaal alleen? 1, 2, 3 hoeken. Goed zo. En zou jij nu van deze figuur ook een driehoek kunnen maken? Leg de zwarte lijntjes maar tegen elkaar. Goed zo. Keurig zeg. En van deze? Ook een driehoek. Goed zo, we hebben er al 3 gemaakt. De opmerking, bij Montessori mogen de kinderen hun fantasie niet vrij gebruiken, is een misvatting. Montessori zegt letterlijk, indien wij de duidelijke pogingen van het kind tot zelfexpressie met de hand verwaarlozen, dan leggen we een hindernis op de weg van de tekenontwikkeling. Weet jij ook een woordje dat met een de begint? Doos. Doos, prima. Ik wil nou nog 1 keer kijken of je het goed doet. Ja. Schuurpapieren letters worden nagevoeld. Daarmee wordt het schrijven voorbereid. Tegelijkertijd leren de kinderen de klank die bij het letterteken hoort. Later kan het kind met het losse alfabet uit de grote letterdoos verschillende woordjes leggen. Kalkoen. Een werkje gericht op lees- en taalontwikkeling is het spel met de boerderij. En let u even op de techniek van het vaststellen van het geslacht. Stier. Boerderij. Het belangrijkste werk van de Montessori-leidster is individuele hulp geven en waarnemen. Aandacht voor 1 kind en tegelijk de hele klas in het oog houden. Zij biedt nieuw materiaal aan, ze geeft een lesje, ze trekt zich weer terug. Zo leidt ze de kinderen door het materiaal, waarbij geconstateerd moet worden dat ze niet alleen afwachtend mag staan ten opzichte van keuze van werk, tempo en niveau van intellectuele verwerking. Bij alle vrijheid zullen deze factoren toch onder haar invloed staan. Het kind is ook mede verantwoordelijk voor de omgeving. Afwassen, dweilen, wassen, strijken, poetsen van koper en vele andere bezigheden passen in het dagelijkse beeld van een Montessori kleuterschool. Een school die opvalt door de mogelijkheid tot sociale opvoeding, waar verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd voor het geheel, voor de klas, de omgeving, de medeleerlingen. En dat alles onder een leiding die haar kinderen voldoende individueel wil en kan benaderen. Een leiding die een moeilijke plaats inneemt tussen het eigen initiatief van het kind en haar persoonlijke inmenging in dit proces. De leermiddelen uit het basisonderwijs sluiten aan op die uit het kleuteronderwijs. De overgang naar de grote school
is voor het Montessori-kind geen schokkende gebeurtenis, omdat het dezelfde sfeer aantreft met dezelfde vormen en kleuren. De kleuterschool is onontbeerlijk voor de overgang naar de Montessori-basisschool. En met deze overgang, via het maken van de tafels van vermenigvuldiging, zijn we aangeland in die basisschool. Klasseindeling is er niet. De leerlingen van 6 tot 9 jaar vormen de jongste groep, de onderbouw. De kinderen van 9 tot 12 jaar de oudste groep, de bovenbouw. We vinden in dit lokaal dus kinderen van verschillende leeftijden die bij elkaar gebracht zijn om sociaal-pedagogische redenen. Evenals in de kleuterschool helpen ook hier de oudsten de jongsten. Ook hier is de typische orde van een Montessori-school er een van geordende activiteiten in een voorbereide omgeving. De grote kuben is helemaal goed wat je gedaan hebt. Je mag het op gaan schrijven, net zoals vorige keer, weet je nog? Ja, ga je gang maar, pak je ze. Neem je niet te vaak dezelfde stempels, niet steeds een gulden, hè? Want een gulden en een gulden en een gulden, ja, dat is zo erg makkelijk. Ja? Goed, ga maar verder. Het is in orde. Zometeen helemaal opgeplakt is, je taalsymbolen, mag je er ook een tekeningetje bij maken of een beertje, pippeloentje. Ja? Het ziet er goed uit, hoor. Ja. En Ronja. Aardrijkskunde. Oeh. Heerlijk, ja. En deze weet je niet te vinden? Ga maar eens in Zuid-Holland zoeken, die daar ligt. Ja, dat is goed. Ja, doe maar. Door het hanteren van geometrische figuren ervaart het kind verhoudingen, relaties en verschillen van lijn en oppervlakte. In zintuigelijke voorbereiding voor later werk. Op het telraam wordt door kleur en plaats de waarde van de kralen bepaald. Tel- en aftreksommen worden genoteerd op speciaal telraampapier. Elders in de groep is de leidster bezig met de aanbieding van het vermenigvuldig bord. Vermenigvuldig lesje geven. Dit is een vermenigvuldig bord. Je kent de kleuren al. Leg eens voor meneer. 4000, 300, 28. Goed zo. 20. Geet er in 2, neem dan maar 60. Ja. Sabine, dat getal gaan we nu eens vermenigvuldigen met 3. Juist, pak het kaartje in mij. Zo. En ga het maar 3 keer neerleggen. Zo, 3 keer 8. En ook 3 keer 60. Blauw, 60. De deelbak wordt gebruikt voor het maken van grote deelsommen. Kralenkettingen, aanvankelijk een rijk telmateriaal, brengen het kind in aanraking met de tweede en derde macht der getallen. Het kind zit op een kleedje op de grond, een veilig eilandje om geconcentreerd te werken.
papiertje. Vouwwerkwoord. De taaldozen leren het kind de functie van het woord en de naam van de woordsoort. Een lidwoord. Papiertje, zelfstandig naamwoord. De zogenaamde samenspraakjes, eigen verzonnen en met losse letters gelegde verhaaltjes, die opgelezen kunnen worden, geven gelegenheid tot taalexpressie. Zusjes Carmen en Heidi. Carmen, zullen we naar Polen gaan? Goed, maar dan moeten we het eerst aan vader en moeder vragen. Zullen we het samen gaan vragen? Kom, dan gaan we gauw. Mama, mogen we naar Polen? Weer elders in de groep leest een oudere jongen een meisje voor. Dietje, Dietje, Dietje. Dietje wordt wakker. Er zit een vogeltje voor het raam. Dat roept haar naam heel hard. Het is een mees, een poolmees. Dietje gaat uit haar bed. Ze trekt een gordijn open. Waar is de mees? Ze ziet hem niet. Hij is zeker op de dakgoot. Dietje, Dietje, Dietje. Ja, stil maar, zegt Dietje. Ik ben er al uit. Verzorging van de omgeving behoort bij het werk in de basisschool. Het elkaar overhoren werkt vaak zeer stimulerend, want het kind dat de ander overhoort, zorgt wel dat het zijn spulletjes kent. Fout. Wilde vank. Vank. Zo werkt ieder kind aan zijn eigen ontwikkeling. Het mag tot op grote hoogte zelf indelen en in eigen tempo werken. Het minder vlugge kind gaat gewoon door. Het vlugge kind kan sneller en meer gevarieerd werken. Elke werkprestatie wordt beoordeeld naar het kunnen en de toewijding van het kind zonder cijfers en rapporten. De kinderen werken graag samen en ook hier speelt wedijver een rol. Maar de sterkste stimulans is de aantrekkelijkheid van de leermiddelen en de arbeidsvreugde van de andere kinderen. Inmiddels zijn we aangekomen in de bovenbouw van de basisschool. Die weet ik niet hoor. Die begonia. Biologie neemt bij Montessori een belangrijke plaats in. En van haar eigen wetenschappelijke methode van scherpe waarneming vinden we als het ware een neerslag terug in de klas bij de biologieles. Eigen waarneming van levende plant en dier staat voorop. Een waarneming die op verschillende manieren verwerkt kan worden. Elk Montessori-lokaal staat altijd vol met planten en bloemen, die natuurlijk dagelijks goed onderhouden worden. Ook allerlei dieren worden in school gehaald om te bekijken en te verzorgen. Het werken met het levende materiaal leidt tot veel grotere interesse van het kind. Thank you.
Is een van de kinderen bijzonder geïnteresseerd in dit vak en weet hij wat boeiends te vertellen, dan geeft hij zelf een soort lesje. Een ander voorbeeld van het werken los van de volwassenen, nu in een groepje. Dat was Mickey en die had de oude eieren had ik erbij gedaan, die heeft hij ook uitgevoerd. Gek met kleine teentje, hè? Kleine teen? Ja. Maar dat gebruikt hij volgens mij niet meer, dat heeft hij niet meer nodig. Vroeger, toen de eend eigenlijk paste vast, dan had hij hem waarschijnlijk nog nodig, maar nu heeft hij hem niet meer. Geschiedenis wordt in groepslessen of individueel behandeld. De verwerking is zeer verschillend. Hier wordt bijvoorbeeld een hunnebed nagebootst. Wat zou er nou gebeuren als we er zand op doen? Want het erin. Probeer maar. Ja, nog maar een beetje. Want zo was dat vroeger, hè? Dan bleef dat er omheen liggen, dan kwam er zo'n hele bult over. Probeer die er maar eens op te scheppen. Ja. Dan moeten we wel eventjes flink geschept worden, lijkt het. Ja, schooi er maar op. Kijk, dat zand, jongens, dat zien jullie nou naar die kanten zo weglopen, hè? En nou hadden ze dat zo gedaan, ze hadden nog een rand met stenen hier langs gelegd, om ervoor te zorgen dat dat niet kon gebeuren. Help me maar eens even. En dat ook niet weglegt. Jongens en meisjes, hier zien we een bladzij uit een middeleeuws boek. De middeleeuwen. Is dat lang geleden of kort geleden? Lang geleden. Wanneer zo ongeveer? 1600. 1600 is wel een verdraaide late middeleeuwen. Voor 1600, dus ook nog wel voor 1500. 1300. Toen werden deze boeken, die werden dus geschreven. Door wie, Marianne? Door monniken. Kijk, hier zie je hem, zo'n schrijvende monnik. Zou je die daar lang of kort over gedaan hebben, bedacht je, Wout? Lang, hè? Vrij lang wel. Een uitdrukking uit die tijd is dus monnikenwerk. Een lang en priegelig geduldwerkje dus eigenlijk. Daar is die monnik. En die zit te tekenen. En dan namen ze een veer. En met mes sneden ze dan heel voorzichtig. En dat was nog een heel kundig werk. Daar moest je een betere monnik voor zijn dan ik ben. Sneden ze een puntje aan de schacht van die veer. En dan doopten ze die veer vervolgens in de inkt. En dan begonnen ze te schrijven. Het ontleden van zinnen en benoemen van de zinsdelen bij de redenkundige ontleding wordt in de Montessori-school veel aantrekkelijker door het zinnetjes knippen. Wie ze die vloog, erop vloog, een schuwe nachtvogel. Hoe krijzelt. Voor het benoemen van de woordsoorten wordt ook met de taal symbolen gewerkt. Glanzende, gekleurde figuurtjes, waarbij bijvoorbeeld de zwarte driehoek het zelfstandig naamwoord voorstelt, de rode cirkel het werkwoord, de kleine lichtblauwe driehoek het lidwoord, enzovoorts, enzovoorts. Op papier wordt eerst een zin geschreven die ontleed moet worden. En dat gebeurt dan door op de juiste plaats de symbolen boven de woorden te plaatsen. Een heel kleurig en plezierig werkje. Is het klaar, dan wordt het geheel nog weer versierd met een mooie tekening. En tenslotte is de zinsontleding zo fraai geworden dat het de moeite waard is om hem aan de muur te hangen. Als het regent in ons land, zitten er geen mensen op het strand. Daar gaat de bel alweer. Het is tijd. Dr. Maria Montessori ontwikkelde een werkwijze gebaseerd op de belangstelling en de daaruit voortvloeiende spontane activiteit en werkzaamheid van het kind. Een methode die bijzondere eisen stelt aan de leerkracht, omdat hij naast het aanbieden van de leermiddelen hulp en leiding moet geven aan groep of enkeling.
Observatie van houding, gedragingen en arbeid zijn daarbij noodzakelijk. Deze ontmoeting van leerkracht en leerling berust op een wederzijds vertrouwen dat beloond kan worden doordat het kind de weg leert vinden naar de volwassen wereld die hem wacht.